U bent welkom op de zesde Kopenhagen Summit hier in de mooie lokaal, in de glazen zaal in Tilburg. En ik doe dat namens de partners. Onze partners zijn de provincie, Noord-Brabant, de gemeente Tilburg, de BOM, VNO-NCW, Brabant-Zeeland en natuurlijk onze eigen mooie universiteit. Dus wij zijn compleet. Vorige week was de lenteprikkel van de VNO-NCW Brabant-Zeeland. Een hele mond vol. BZW was toch een stuk makkelijker, maar goed. En dat was in Oosterhout. En dat was met een fantastisch betoog door de Rijksbouwmeester, Floris Alkemade. En die liet het panorama van Nederland zien. Heel indrukwekkend verhaal. En het aardige van hem was dat hij ook plaatjes over Brabantstad liet zien. En Brabantstad, denkt iedereen natuurlijk, ja, dat is Brabant, hè, de verschillende plaatsen. Nee, Brabantstad is eigenlijk een conglomeraat van grote en minder grote, middelgrote en kleinere steden, dorpen, die natuurlijk ja, aaneengevlochten zijn. En dat noemde hij ook, ik praat altijd over het weefsel, de sociale infrastructuur van Brabant. Dat is heel bijzonder. En daar sprak hij ook over het weefsel. Dat dat zo bijzonder is. En dat eigenlijk de samenwerking, en men noemt dat met een moeilijk woord triple helix, de samenwerking tussen ondernemers, openbaar bestuur en onderwijs, de drie O's, eigenlijk op een natuurlijke wijze plaatsvindt. De Kopenhagen Summit is een strategisch forum wat speciaal opgericht is voor die samenwerking. U allen in deze zaal bent ondernemer of openbaar bestuurder of onderwijsman, vrouw, die zeg maar Brabant een goed hart toedraagt en onderdeel bent van dat weefsel. Vandaag hebben wij een bijzondere bijeenkomst die ook voortbouwt op de voorgaande bijeenkomst. Dus de voorgaande bijeenkomst ging over artificial intelligence, hè, dus wat dat betekent voor werkgelegenheid, voor groei. De keer daarvoor ging over big data en disruptie. En wat we vandaag doen, dat is thema ook, groei in de huidige arbeidsmarkt. Dus hoe laten wij die arbeidsmarkt daarop aansluiten? En u weet, zeker de ondernemers hier, maar eigenlijk iedereen wel, dat arbeid de beperkende factor is op dit moment. Het is een heel groot probleem om goede, gekwalificeerde mensen. En dan hebben we het nog niet over mensen die gespecialiseerd zijn in big data en artificial intelligence. Dat is helemaal het zoeken van een speld in hooiberg. Dat is een groot probleem, dus is een mismatch op de arbeidsmarkt. Op alle niveaus. Universitair, HBO, MBO. Wij moeten alle aan het werk. U ziet hier een onderzoek, een marktanalyse, datificatie Brabant, door de BOM gedaan, natuurlijk in samenwerking met de provincie. En het aardige van dit vat alles samen. Porté van mijn verhaal is dat Brabant, u ziet daar 3,5 miljard, is de snelst groeiende provincie op dit gebied. We hebben een veel hogere groei, hè, u ziet daar 14%, dan bijvoorbeeld het gemiddelde Europese groei van 9%. Dat is heel belangrijk. Dus wij zijn, ik wil niet zeggen zoals Beieren, high-tech en Lederhosen, maar wij lopen voorop in die datificatie. Dat is heel goed. Dat is heel goed. Betekent ook dat de werkgelegenheid die wij hier creëren op het gebied van datificatie ook bijzonder groot is. Alleen, er zijn natuurlijk wel beperkingen, er zijn bottlenecks. En die bottlenecks, die zie je op de arbeidsmarkt, die zie je ook bij ondernemers, die op een zeker moment ja, toch bevreesd zijn om die stap te zetten. U ziet dat bij datamaturiteit, nou daar ziet u, hè, 5 is het hoogste, innovatief, en natuurlijk daaronder is het laagste. Nou u ziet, we zitten allemaal een beetje op het gemiddelde. Dus dat is niet goed, wij moeten nog gewoon echt aan de bak. En je ziet dus dat alle bedrijven onderkennen dat er grote behoeften zijn, 90%. U ziet dat alle bedrijven ook zien dat er barrières zijn. 93%. Maar dat er ook kansen zijn. 99%. En u ziet daar op een zeker moment in die
zeg maar aan dat linker gedeelte, ik heb geen pointer, daar ziet u onder andere Internet of Things en iCloud. Dat is interessant. Internet of Things, nou u kent het Huawei-verhaal inmiddels, waarbij de Amerikaanse ambassadeur in Nederland waarschuwde bij het 5G-netwerk voor boze dingen door de Chinezen, laat ik het dan maar zo even zeggen. Dat is natuurlijk een belangrijk aspect, maar we gaan natuurlijk naar dat Internet of Things. Ander aspect, wat u daar ook helemaal in de blauwe vak ziet, dat is die iCloud. We moeten allemaal naar de cloud. En ik spreek vaak ondernemers en die zeggen, ja, maar die cloud, dat vind ik heel eng, want je weet niet wat er met je data gebeurt. Dat weet je anders trouwens ook niet hoor. Maar ik denk dat wij geen andere optie hebben dan naar de cloud te gaan. En ik spreek uit eigen ervaring. U denkt natuurlijk, daar staat een professor die natuurlijk een droogzwemmer is op dat gebied. Nou, een beetje wel. Hè? Maar ik heb ook enige ervaring. En ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen van de BKR. Stichting BKR. Nou, de BKR is een van de grootste, oudste data-instituten van Nederland. U allen bent geregistreerd daar. Ik hoop positief en niet negatief, maar u bent wel geregistreerd. En de BKR die is dus nu in een transitie van de uitfasering van mainframes, u kent wel die oude Unisys-achtige apparaten, hè, naar de cloud. En dan zeggen mensen, ja, maar ben je dan niet bang van privacy, hacking en zo? Nee. Als u met uw bedrijf op een zeker moment uw data wil beveiligen, dan heeft u een paar mensen in dienst. En die moeten dat doen. Denkt u nou echt dat die mensen beter zijn dan die duizenden werknemers van Microsoft, die cloud continu beschermen en continu inderdaad acteren op mogelijke bedreigingen? Dus uiteindelijk is die cloud, het is een necessity, het is een must, we moeten dat doen. Maar het is ook eigenlijk de meest veilige manier om dat te doen. Dus als zo'n groot speler zoals op het gebied van data, BKR, dat moet doen, en dat moeten ook anderen doen, ik neem ook aan dat bijvoorbeeld zo'n AIVD dat ook doet, wij moeten naar de cloud, alleen dat moeten we verantwoord doen. Alleen mensen hebben heel veel vrees voor die cloud, dat begrijp ik. Maar die vrees is niet terecht. En dan gaan we even naar die roadmap, daar kom ik zo ook op terug. Die roadmap die is dus gemaakt door de BOM. U ziet daar datacompetentie, ik ga niet al die regels oplezen. Data delen, data talent en data business. Nou, het is heel simpel. Wij moeten zorgen dat wij de goede arbeidskrachten hebben, de goede match op de arbeidsmarkt op alle niveaus. Universitair, HBO, MBO, LBO. Elk niveau. Waarom? Omdat dat de beperkende factor is in de groei op dit gebied. En als wij willen groeien in Brabant, maar überhaupt in Nederland, in Europa, dan zullen we die mismatch moeten opheffen. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen, ook van openbaar bestuurders, die moeten dat faciliteren. Ik zeg maar de liefdeslaadjes aanleggen om die mismatch op te heffen. Nu kom ik bij het programma Smart Data van Brabant. Nou, dit is een programma wat de provinciebestuur heeft opgestart naar aanleiding van de datificatieonderzoek. En u ziet daar dus ook weer de vergezichten, nou die ga ik u allemaal niet opnoemen. En u ziet daar ook die programmalijn. U ziet daar datacompetentie, data delen, data talent, data business. Er is ook een tijdslijn aan verbonden en uiteindelijk moeten wij in 2023, als wij dat realiseren, toch op een zeker moment na 1 miljard meer BBP toegevoegde waarde. En 20.000 arbeidsplaatsen. Dat is een hele grote opgave. Voor Brabant, voor ons allen. En ik denk dat het hele grote urgentie heeft. Hele grote urgentie. Als wij leidende provincie willen zijn in Nederland, in Europa, dan heeft dit de hoogste prioriteit die je maar kan denken voor de ondernemers, voor het openbaar bestuur, voor het onderwijs.
Ik wil eigenlijk de urgentie daarvan benadrukken. Kijk, we hebben net verkiezingen gehad voor Provinciale Staten. Dat schiet niet op, hè? Dat begrijpt u. Dan staat het even een aantal dingen stil. Dan moet er een coalitie komen, dat begrijp ik ook. Dat is de politiek. Hè? Ik begrijp de wetten van de politiek heel goed. Maar we hebben niet veel tijd te verliezen. En wat ik u alleen maar wil zeggen in deze zaal, met al deze beslissers. Ik wil u alleen maar zeggen, wij moeten allemaal zo snel mogelijk hiermee aan de bak. En we hebben eigenlijk geen minuut te verliezen.